Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Mijn naam is Erik Ren. Ik ben kandidaat voor het Vlaams parlement. Ik sta op de 11e plaats in Vlaams-Brabant. Ik ben gehuwd, heb twee kinderen, twee volwassen kinderen, een dochter en een zoon. En ik ben lokaal mandataris in Zaventem. Vorige legislatuur was ik schepen voor milieu en duurzaamheid in Zaventem. En ik wil mij in het Vlaams parlement voor deze twee zaken heel hard inzetten. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ja, ik ben reeds 20 jaar politiek actief. Ik ben van oudsher Volksunie. Ik kom niet echt uit een Volksunie-nest, maar ik heb altijd enorm veel sympathie gehad voor die partij sinds mijn jeugd. En ja, daaruit ben ik natuurlijk doorgeschoven naar de N-VA. Het is de 7e verkiezing waar ik aan deelneem. Ik ben 3 keer rechtstreeks verkozen in de gemeente Zaventem. En vorige legislatuur was ik daar 6 jaar schepen, eerste schepen. Ik zie het als een uitdaging om nu mijn kandidatuur te stellen voor het Vlaams parlement. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb de quote gekozen dat ik sta voor het behoud van een Vlaamse en groene rand. Dat is een oude Volksunie-quote, maar nog altijd zeer, zeer actueel. Zeker in de rand, waar we nog altijd te kampen hebben met de uitbreiding van Brussel. De olievlek dat uitdijnt, de verstedelijking, de hoofdstedelijke problemen dat we daar mee gepaard gaan door sluikstort, vervuiling. Ik sta voor het project dat we Vlaamse rand moeten Vlaams en groen houden. Daar wil ik mij echt op focussen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik kan me niet vastpinnen op één politiek voorbeeld. Ik heb ook enkele historische. Bijvoorbeeld iemand waar ik toch wel naar opkijk is Winston Churchill, premier van Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat door zijn vastberadenheid en zijn volharding toch Nazi-Duitsland kunnen verslagen heeft. Kort erbij kijken natuurlijk naar onze nationale voorzitter, Bart De Wever, dat ook daar zijn inzet en vastberadenheid van een kleine partij op enkele jaren tijd de grootste partij van België heeft gemaakt. Wat zijn uw politieke interesses? Ik was vorige legislatuur schepen van Milieu en Landbouw. Ik heb ook ooit de volledige opleiding voor natuurgids gevolgd. Dus mijn interesses liggen logisch in die richting, in natuur, milieu. En dat zijn ook punten waar ik mij zeker wil op focussen. Ik focus me daar lokaal op en ik zal dat ook in het Vlaams parlement willen doen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ja, politiek is niet voor watjes of voor blozende maagden. Maar waar ik het persoonlijk zeer moeilijk mee heb, is dat een gegeven woord of zelfs een ondertekende overeenkomst wordt buiten boord gegooid. Ik ben niet zo opgevoed, ik heb mijn kinderen niet opgevoed. Ik kan nog altijd iedereen recht in de ogen kijken en ik heb er zeer moeilijk mee dat bepaalde personen dat wel doen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb het trouwboekje van mijn grootouders meegebracht. Het is een boekje van bijna 100 jaar oud. Ze zijn getrouwd in 1920. Dit boekje heeft mijn interesse aangewakkerd voor stamboomonderzoek. Maar niet alleen dat. Dit heeft ook mijn interesse aangewakkerd in wat onze voorouders gepresteerd hebben in Vlaanderen. Deze mensen in dit boekje staan, waarvan de meeste overleden zijn, op één na allemaal, hebben van Vlaanderen een welvarende regio gemaakt. Door hun hard werken, door hun inzet, hebben deze mensen gezorgd dat wij eigenlijk in een van de welvarendste delen van de wereld wonen. En dat moeten we blijven verder doen. We moeten blijven hard werken, we moeten blijven inzetten en we moeten ook zeker blijven inzetten op het onderwijs. Want onderwijs is enorm belangrijk. Het is de enige grondstof dat we hebben in Vlaanderen. En internationaal scoren we steeds slechter en slechter, maar we moeten blijven werken en studeren dat we deze grondstof kunnen blijven benutten. Dit moeten we doen voor onze kinderen, onze kleinkinderen en onze achterkleinkinderen, zodat zij ook in de welvarende regio waar wij nu wonen, kunnen blijven wonen.